Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze video van mij. Vandaag ga ik het over twee verschillende dingen hebben. De eerste is een update van wat mijn kanaal nou precies gaat inhouden. Ik heb het laatst verteld dat het een beetje niet zo goed gaat bij mijn kanaal. Omdat ik het heel erg druk heb en ik heb ook op Instagram wat dingen aangegeven. Maar nog niet officieel op YouTube verteld. En het tweede is dat er een enorme prijzenfestival winacties aankomt. Dus blijf vooral kijken daarnaar. Nou, het allereerste waar ik het met jullie over ga hebben is dat het een en ander is veranderd op mijn kanaal. Zoals jullie misschien gemerkt hebben, heb ik absoluut niet regelmatig geüpload. Normaal gesproken zou ik natuurlijk op elke dinsdag en elke zaterdag om 12 uur uploaden. En dan was donderdag extra uploaddag. Nou, op een gegeven moment trok ik dat gewoon echt niet meer. Ik kreeg het zo druk en nou, die video's en dat was echt... Nee, ik heb het een jaar lang volgehouden, iets langer dan een jaar lang volgehouden om dit vol te houden. Maar ik trok het op een gegeven moment niet meer. Ik kreeg het heel erg druk met school en met andere dingen. En met Penny natuurlijk, dat is ook elke week gekomen. En dat wil ik niet dat mijn kanaal eronder leidt, want daardoor ga ik video's heel erg afkappen en lelijk maken voor mijn gevoel dat ze niet verdienen, want ze zouden heel leuk kunnen worden. Dus daarom ben ik gestopt met een vast uploadschema, maar ik wil wel gewoon regelmatig blijven uploaden in de week. Maar dat is dus, ja, ik weet niet wanneer dat komt. Bijvoorbeeld deze week zijn er 3 video's of 4 video's volgens mij online gekomen. En dat komt omdat ik dus echt heel veel video's heb klaar liggen. Nou ja, klaar liggen. Ik heb ongeveer 14 video's die ik gemaakt heb, maar die dus nog moeten bewerkt worden. En bewerken kost altijd veel meer moeite en dat is altijd veel vervelender dan het opnemen. Het opnemen is natuurlijk altijd het leukste en het bewerken is altijd het minst leuk, vind ik persoonlijk. Ik vind bewerken ook nog steeds heel leuk hoor, maar het is minder leuk dan het opnemen natuurlijk. Dus dat komt omdat ik het zo druk had, dat ik dat heb alleen maar zitten uitstellen. En dat resulteerde er dus in dat dus video's van januari, zoals Hinneke en Jumping Amsterdam, pas in maart worden geüpload. En dat wil ik niet, daardoor ben ik ook op zoek gegaan naar iemand die mij kan helpen met het uploaden. En dan bedoel ik met helpen met het bewerken. Dus ik heb nu een meisje die mij helpt met bewerken. En dat is enorm fijn, zo kan ik echt heel veel video's uit handen geven. En zij vinden dat heel erg leuk om te doen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Misschien is het voor de Engelse kijkers ook opgevallen, of tussen de buitenlandse kijkers, dat ik ook gestopt ben met de Engelse ondertiteling. Hier ben ik vorig jaar zomervakantie mee begonnen. Om meer buitenlandse kijkers te kunnen trekken. Het heeft geholpen, maar niet genoeg. Het meisje die dit voor mij deed, die betaalde ik ook hiervoor. Omdat vertalen van video's echt ontzettend vervelend werk is. Dus dat wil ik iemand niet vrijwillig gaan laten doen. En ik heb er zelf te weinig tijd voor gehad om iets te doen met mijn kanaal. Waardoor ik meer kijkers in het buitenland kon trekken, zeg maar. Dus misschien over 2 jaar of zo, als ik klaar ben met school, begin ik wel weer. Maar voor nu ben ik daarmee gestopt, omdat ik omdat er maar echt een heel klein percentage extra kijkers bij kwam. Niet genoeg op het werk en het geld wat ik erin stopte, zeg maar. Dat betekent niet dat ik alles stop met Engelse ondertiteling. Bijvoorbeeld de video's zoals Expertise vs. Realities, die wel heel leuk zijn voor buitenlandse kijkers, die blijven nog wel ondertiteld. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. Dus daar stopt ook voor nu de ondertiteling bij deze video. Sorry voor de buitenlandse kijkers, maar ja, ik wil me iets meer gaan richten tot weer op de Nederlandse kijkers. En dan zou ik weer mijn titels in het Nederlands gaan zetten. Dus dan weten jullie dat in ieder geval. En dat is geloof ik voor nu wat ik wilde vertellen over mijn kanaal. Ik wil ook gaan proberen om weer meer recenter te gaan uploaden. Dus als ik bijvoorbeeld een wedstrijd heb gehad, wil ik dat die niet langer dan een week daarna online komt. Zoals ik dus eerder zei, van video's die in januari en februari opgenomen zijn, die zijn nu nog steeds niet online gekomen. Die komen dus pas in april online. Dat wil ik gewoon niet meer. Want als ik natuurlijk een wedstrijd heb gehad of wat dan ook, ben ergens geweest, dan post ik dat op Instagram, op Snapchat. Als je daar nog niet volgt, Instagram is Marley Hoy, dubbel I en Feline Hoy. En Snapchat is Feline Hoy. Dan wil ik dat gewoon zo snel mogelijk ook online hebben en niet 2 maanden later denk ik van, oh ja, Feline had die wedstrijd inderdaad. Daar ben ik nu mee bezig. Ik doe dus zelf nu... die video's, die recente video's wil ik gewoon gelijk online hebben. En die video's die dus afgelopen weken, maand zijn gemaakt, die doet mijn hulpeditor. Ga ik die laten maken en die komen dan gewoon tussendoor. En nou, dan weten jullie een beetje wat het inhoudt. Genoeg gepraat over wat het update op mijn kanaal is. Als je nog vragen hebt over het een en ander, laat het even hier beneden in de reacties weten. Op naar het prijzenfestival, want ik heb heel erg veel winacties. En eigenlijk zoveel dat ik dan wel heel veel video's kan maken over een aparte winactie. Maar het leek me leuk om gewoon 1 grote video te maken waarin alle winacties dan zijn. Want dan voorkom je ook dat 1 persoon misschien meerdere dingen wint of iets. Ik heb dus 4 dingen. Het eerste is kaartjes voor Epiday. Het tweede is kaartjes voor Bibi en Tina bij Ankie van Gunsten. Het derde is Animal Event. En het vierde is een product. Dus dat ga ik jullie aan zaterdag vertellen. Eerst ga ik even op chronologische volgorde vertellen. Omdat deze video dus maandag of dinsdag online komt. Ik ga proberen maandag
En EQD is al aanstaande zaterdag, dat is uit mijn hoofd 8 april. Ik ben aanwezig op EQD met Marley. Ik doe mee met het paniekvrije paard, een soort schriktraining op je paard. En dat is uit mijn hoofd Beatrix Hall en dan ergens in de ochtend. Ik zal hier even de precieze tijden en de plek ook zetten. Ook heb ik een stand. Want alle paarden-YouTubers die aanwezig zijn, die hebben volgens mij één grote stand met z'n allen. Probleempje is dat ik door mijn merchandise heen ben. Want paarden-YouTubers live event ben ik bijna helemaal uitverkocht. En ik zou het overige daarvan mee naar EQD nemen, alleen ik heb bijna niks meer. En ik heb nog wel wat, dus dat neem ik mee. Maar het zullen dus heel veel neeverkopen worden. Puntje is dat ik wel weer opnieuw ga bestellen. Alleen dan gaat een maand overheen voordat ik het binnenkrijg. Dus ik hoop dat ik dat nog voor Animal Event binnen heb. En anders na Animal Event dan zal het op de webshop die nog gemaakt moet worden te koop zijn. En nou, daar vertel ik jullie allemaal later wel over. Ik praat veel te snel. I know. Ik heb vandaag zaterdag en ik heb komende week iets van 8 tentamens in 4 dagen tijd. Dus ik moet leren en ik moet straks naar accountmail toe om een video op te gaan nemen. Dus ik heb niet zo heel veel tijd. En jullie weten dat ik snel praat. Maar eerste winactie is dus dat ik 2 kaarten mag weggeven voor EQD. Laat even in de reacties weten. Oh ja, dit is het. Dit is wat we gaan doen. Ik ga 2 kaarten weggeven voor EQD. Ik ga 2 kaarten weggeven voor BB&Tina. Ik ga 10 kaarten weggeven voor Animal Vet. En ik ga een product weggeven. Je mag in de reacties zetten voor wat je wil meespelen. Je mag dus niet voor alles meespelen. Dus laat in de reacties weten voor wat je wil meespelen. En daar maak je dan kans op. Dus goed, 2 kaartjes voor EQD op 8 april aankomende zaterdag in Ermelo. Dit is de website van EQD, wil je meer weten, dan kan je daarheen. Doe dus ook alleen reageren als je weet dat je kan. Dus niet van, oh, ik wil graag naar EQD, maar ik kan niet, mag niet van mijn ouders, ik heb geen vervoer, bla bla bla. Dan zou het zonde zijn als jij die kaartjes zou winnen. Het tweede is 2 kaartjes voor BB&Tina 3. Ik ben afgelopen jaar naar de première van BB&Tina 2 geweest. In het i'tje vind je even de link naar die video. Dat is op het terrein bij Ankie van Gunsve. Dat is ergens in Brabant. Daar mag ik dus ook 2 kaartjes voor weggeven. En dan kan je natuurlijk ook met Ankie van Gunsve chillen. En met ons. En Leon is erbij. En Hoefijs is volgens mij bij. En Hartspaard is erbij. En Destiny is er volgens mij ook weer bij. Dus heel veel paarden-YouTubers zijn er ook bij. Dus wil je daarvoor kans maken, die 2 kaartjes. Het gaat trouwens echt 2 kaartjes voor 1 persoon. Hè? Dus niet 1 persoon krijgt 2 kaartjes. Of 1 persoon krijgt 1 kaart. 2 personen krijgt 1 kaartje. Nee, 1 persoon krijgt 2 kaartjes. Dus dat geldt sowieso voor. Zo. Jongens, echt hebben woorden als ik zo snel praat. Dat geldt voor EQD en voor BB&Tina 3. Dus dat is dus op zondag 9 april. Dus EQD en BB&Tina vallen zeg maar in hetzelfde weekend achter elkaar. Dan hebben we Animal Event. Dat valt op 28, 29 en 30 april. Dat is in de Beekse Bergen bij Tilburg is dat. Daar ben ik ook samen met Marley alle 3 de dagen aanwezig. En daar geven wij shows voor Penny natuurlijk weer in de Pennypiste. En dat is 1 show per dag. Ik zal hier even de tijden zetten van wanneer wij precies een show geven. De shows die worden gegeven zijn trouwens weer het vrijheidsdressuurspel. Alle 3 de keren. En daar kan natuurlijk weer iedereen aan meedoen. En degene die wint, die mag natuurlijk weer een rondje Marley rijden. Dat is heel erg leuk. En daar zal ik ook staan met een stand. En dan hoop ik dus dat mijn merchandise al op tijd binnen is. Maar ik heb in ieder geval sowieso ook bij EQD en Animal Event heb ik nieuwe posters. Dus dat sowieso in ieder geval. Laat eens even in de reacties weten als je wil meespelen voor Animal Event. Voor Animal Event heb ik 10 kaarten. En die 10 worden gewoon verspreid. Ik denk gewoon 5x2 kaarten. Laat het dan voor maar 5x2 kaarten voor Animal Event. En dat kan je dus ook in de reacties laten zetten. En dan heb ik als laatste. Het kwam in een heel schattig pakketje binnen deze. Misschien hebben jullie Pumps en Paarden al eens voorbij zien komen. Op Facebook, op YouTube, op Instagram. We zijn heel erg actief, zijn ook best wel heel erg groot. Het is ook super leuk. Pumps en Paarden stond ook op de stand op het Paarden YouTubers Live Event. Ik heb al eerder contact met Mara gehad. Ik heb toen een interview met haar gedaan. Super leuk mens. En zij heeft nu ook een soort van webshopje erbij. En daar komt onder andere deze armband vandaan. Super leuk. En die mag dus nu ook iets gaan weggeven aan jullie. En dat zijn deze oorbelletjes. Ik heb ze nu even in een plastic dingetje zitten. Maar ik zal hier zo even een close-up plaatsen. Het zijn hoefwijzer oorbelletjes in de kleur zilver. Deze mogen dus weggegeven worden. Dus dit armbandje is, die mocht ik zelf uitkiezen. Super leuk. Dankjewel Mara daarvoor. Maar deze is dus ook in de webshop. Het enige wat je hiervoor moet doen is je moet geabonneerd zijn op Pumps en Paarden op YouTube. Ik zal hier ook even de link van hun kanaal doen. En ik zal hem ook even in de beschrijving zetten. Maar voor die kaart hoef je allemaal niks te doen. Voor EQD, BB&Tina en Animal Event. Dat moet je gewoon een reactie achterlaten van welke je kansen wil maken. Maar als je dus mee wil spelen voor de oorbelletjes. Omdat je bijvoorbeeld naar geen enkel evenement toe kan. Dan moet je dat even abonneren op Pumps en Paarden. En dat controleren we dan ook voor als we daar de winnaar gaan kiezen.
Dit is volgens mij de snelste video die ik ooit in mijn leven opgenomen heb. Maar ik heb echt best wel veel haast. En deze video moet gewoon echt op tijd online komen. En vandaag is echt de enige dag dat ik tijd heb om deze video op te nemen. Trouwens, ik zit in een nieuwe setting. En dat komt omdat ik eindelijk, na 2,5 maand, een kast gekocht heb. Dat was echt heel erg nodig. Dus jullie zien nu een gedeelte van mijn kast. De rest van mijn kamer, daar ben ik nog mee bezig. Het wordt in ieder geval eindelijk echt een kamer. En wat ik heel erg leuk vind om te gaan doen is een My Equestrian Room Tour video opnemen. En ook al is er niet echt heel veel equestrian in, dus ruimte er een paar nachten, behalve een paar schilderijtjes en dingetjes. Maar ja, het lijkt me heel erg leuk om te doen, maar pas als die echt af is. En er missen nog wel een paar dingetjes en ik wil nog sowieso wat extra accessoires en zo. En het moet gewoon nog een beetje opgeruimd worden en een plekje krijgen. En ik wil ook nog heel graag laminaat, want ik zit nu op cel. Ik wil ook heel graag laminaat. Maar goed. Daarom zie ik dit even zo. Dit is dus een beetje mijn nieuwe spot. Het verandert straks nog als dus extra dingen zijn gekomen. Maar nu heb ik het licht van voren en dat is echt heel fijn. Maar normaal gesproken film ik zo. En dan heb je zeg maar het licht van deze kant en dan is deze kant helemaal donker. Dus daar had ik wel wat struggles mee. Maar nu is dit dus een beetje... En ik dacht van, het ziet er wel een beetje leuk uit zo. Dit zijn laagjes en dat blauwe dat je hier ziet, dat is mijn wedstrijdjasje. Hier hangen al mijn rijbroeken. Ik heb echt zo'n broeken ding van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dingetjes genomen. Want ik heb, nou, ik heb niet zo bij zoveel broeken, maar heel veel rijbroeken. Dus dat. Oh, mijn wekker gaat. Even stoppen. Voor de rest allemaal cute bakjes en leuke kleurtjes en zo. En ja, dat was het eigenlijk voor vandaag. Samenvatting is dat ik dus niet meer een vast uploadschema heb. Misschien ga ik er later wel weer naartoe. Maar ik ga eerst even al die 14 video's die ik dus nog klaar heb liggen bijwerken. Ik stop met Engelse ondertiteling. En ik heb een hulp editor. Op het moment dat ik deze video opneem weet ik nog niet wie het is. Maar op het moment dat deze video online komt is het goed dus wel. Want ik had een soort contest gehouden. Ik had 40 aanmeldingen gekregen. En daaruit heb ik 6 gekozen. Die er als beste uitkwamen. En die heb ik toen een video opgestuurd met allemaal losse beelden. En die zouden het dan allemaal aan elkaar gaan zetten. En dat is degene die de leukste vlog daarvan maakt. Die zou winnen en zo. Dus dat. 4 winacties. 2 kaartjes voor 1 persoon voor EQD. 2 kaartjes voor 1 persoon voor Bibi en Tine 3. EQD is 8 april. Zaterdag 8 april. Bibi en Tine 3 is bij Ankie van Gunsen op 9 april. Zondag 9 april. Dan hebben we Animal Event. Dan krijg je 10 kaartjes voor. 5 keer 2 kaarten. En dat is op 28, 29 en 30 april. Dat is ook naar een dag naar keuze. En dan natuurlijk nog de oorbelletjes. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie nu een beetje weten waar je aan toe bent met mijn video's. Eén dingetje wat je dus echt moet doen. Je hebt ergens op YouTube, ik zal hier een pinscreen plaatsen, een soort van belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je elke keer een melding als ik dus upload. Dus nu, je weet natuurlijk nu niet wanneer ik upload. Dus nu krijg je een melding als je uploadt. Dus ik zou zeker weten die aanzetten. Zodat je als eerste weet en dan kan iedereen weer first gaan antwoorden en zo. Vet grappig. Wat ik wel ga proberen is door de week om 5 uur 's middags te uploaden. En in het weekend om 12 uur 's middags. Dus dat zijn de enige dingen die ik kan vertellen. Nou, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het een beetje bij hebt kunnen houden met hoe snel ik praat. En dat is sneller dan normaal. Maar dat heeft zo zijn redenen. Nou, bedankt voor het kijken. Doei doei! Misschien is het handig als ik even aangeef hoe je weet of je deze winactie gewonnen hebt. Op woensdag zal ik op Snapchat de winnaars bekendmaken. Ik weet nog niet precies hoe laat, ik denk ergens in de avond. En mijn status is Vlienhooi, dus op Snapchat zal ik de winnaars bekendmaken.